nog even. Oh, dank je, Frits. Laat mij maar even. Misschien kun jij eventjes het nagerecht van tafel 3 halen. Ik regel het hier verder wel. Wat een ijver. En dat van de baas zelf. Jongen, jongen, jongen. Alles verder naar wens, meneer. Meneer. Heerlijk. Echt, echt verrukkelijk. Ja, zeg dat wel. Ik bedoel, hartelijk dank. Ik bedoel, smakelijke voortzetting. Nou, 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 zeg Gilles de verschrikkelijke. Die lopen naar binnen toch een partij over zijn barkruk heen te glijden? Dat is niet fris meer. Susje, koninginnetje. Ik wou dat ik jouw spijkerbroek was. Frits, hou je op. Mooi, hè? Het is een nieuwe. Wil je hem lenen? Volgens mij zou die prachtig staan op de stoel naast mijn bed. Frits, alsjeblieft, grow up! Ik ben geïnteresseerd in mode. Wat is daar verkeerd aan? Zeg, wat was er met Gilles? Huh? Oh, er zit daar binnen zo'n bold en beautiful type en dan loopt hij me toch op te stomen. Hij lijkt wel een Turks bad. Waar heb je het over? Hij bedoelt dat er iemand in het restaurant zit waar hij op valt. Oh ja? Is dat zo? Is het een man? Ik weet niet of je... Ik weet niet of je het weet, maar die vriend van jou, die valt op mannen. Net als jij. Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat jullie iets met elkaar hebben. Denk je ook niet? Ja, welke tafel zit die man? 4. Je zit wel een beetje strak, hoor. Ik kan haast niet ademhalen. Oeh, pas maar op. Trek hem anders even uit. Een beetje moe van. Jij hoeft niks te doen. Jij mag alles aanhouden. Oh, maar die man zit niet alleen. Nee, die man zit met z'n tweeën. Maar die verkoper die zei dat hij heel goed zat. Ja, maar spijkerbroeken moet je ook altijd even voelen. Hè? Net als bij nieuwe schoenen. Of de grote teen niet in de punt zit. Raak die vrouw aan en je bent dead meat. Jaloezie is angst, hoor. Ja, ja, dat is zo. Dat zegt Oprah Winfrey. Zeg, is het een man of een vrouw? Oprah Winfrey? Ik dacht een vrouw. Nee, die andere persoon aan dat tafeltje. Is het een man of een vrouw? Oh, die andere man? Ja. Dat is een man. Ook knap? Niet echt knap, geloof ik. Nee. Ouder type? Vrij oud type, ja. Oh. Oh, dan is het niet erg? Nee. Oude rijke man met knappe jonge man is bekend thema. Niks aan de hand, dus. Oh, nou, fijn voor je. Trouwens, wat zou ik me überhaupt zorgen maken? Ik ben zelf beautiful. Ja, en ook bold. Ja. We bellen Tom. Goed, Herman. Hey. Het was erg gezellig. Ja, vind ik ook. Hi. U gaat alleen? Ik bedoel, u blijft nog even? Ik drink nog even mijn wijn op, als u het niet erg vindt. Oh, nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb de oppas beloofd voor 11:30 thuis te zijn. Ja, mijn vrouw is een paar dagen naar de moeder, dus ik heb de verantwoordelijkheid over de kinderen. Ach ja, ach, oh, zo, ja. Goh. Nee maar. Hé, hey, dag. Ik bel je nog, hè. Oké. Dat is mijn, mijn broer. Oh ja? Oh, ik dacht namelijk... Ja, ik dacht al zoiets. Ik dacht, dat is vast zijn broer. Hè? Zoals hij erbij zat, zo echt als broer, zo met z'n tweeën. Ja. Ja, ik woon hier vlakbij en alleen is maar alleen, dus ik blijf nog even als het mag. Oh, ja, tuurlijk. Wilt u niet ook een glas wijn? Ja, er is nog genoeg. Nou, ik... ja, graag. Het was zijn vriend niet, het was zijn broer. En het spijkerbroekje vlakbij mijn hand, wie is er het strakst in het hele... Dus pas maar op. Ja, wie, wat, waar heb je het over? Die man waar onze knappert mee aan tafel zat, dat was niet zijn vriend, dat was zijn broer. Dus dat sprookje gaat niet op. Oh. Zoals zoveel sprookjes. En de broer is nu weg, dus Gilles heeft het rijk alleen. Dat stel je niet aan. Nou, verder is iedereen weg, dus... ik doe niks, ik constateer alleen maar. Ah. Wat zit je nou te stoken? Ik zit helemaal niet te stoken. Ik waarschuw alleen maar. Er hangt daar binnen seks in de lucht. Dat voel ik. Ja, ik zie het hangen. Dus jij hebt nog... Nee. Sterker nog, ik heb het zelfs nog nooit met een vrouw gedaan. Nee, nog nooit. Zou ik helemaal niet weten hoe dat moest. Oh, nou, er zijn anders boekjes over, hoor. Hè? Met plaatjes en tekeningen. Oh, hi. Lu. Hoe is het? Alles opgeruimd? Ja hoor, ik ben klaar. Oh, mag ik je even voorstellen? Dit is
Tom. Oh. Tom is Lucien. Hallo. Hallo, Lucien. Tom. Nou. Tom en ik drinken nog even wat. Ja, ik zie het. Vind je het niet erg? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik het erg vinden? Nee, jullie drinken nog wat. Het vochtgehalte moet op peil gehouden worden, hè? Nee, zeg, ben je gek? Je gaat je gang maar. Ik ga zo naar boven. Hm? Ja, ga maar. Ik bedoel, nee, ik doe het hier verder wel. Dag. Dag. Zeg, god, misschien hebben jullie zin om nog iets te gaan drinken in de stad. Ja, of gaan jullie nooit uit naar het werk? Oh ja hoor, ja, oh zeker. Oh, zo vaak, nee, oh ja? Nou, dat gebeurt toch wel eens? Even nadenken. Ja, als ik me goed herinner, eind jaren 70 is dat nog eens gebeurd. Nee, hij klets maar wat hoor, broer. Eind jaren 70, toen kenden we elkaar nog niet eens, dus... Daarom. Nou, ik heb anders wel zin om nog wat te gaan drinken. Oh ja? Ja. Nou, maar je hoeft niet echt mee hoor, Lu. Ik bedoel, als jij gewoon liever wil gaan slapen, dan ga je toch gewoon lekker slapen. Goh, daar heb ik je toestemming voor. Ja, oh, natuurlijk. Nou, ga maar. Ach, misschien heb ik wel zin om even de stad in te gaan. Ja? Ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, als jij gewoon zin hebt, dan moet je gewoon meegaan. Ja, gezellig. Ja, ja, gezellig. Ja, nou. Wel te rusten. Oh, te rusten, Lu. Dag. Zeg, is er iets mis? Nee hoor, nee. Hij is gewoon een beetje moe. Is het de hele dag al. Hey. Waar hadden we het nou ook alweer over? Over vrouwen. Oh ja, oh ja, oh ja. Jij hebt nog nooit met een vrouw gedaan, hè? Nee. Nou, ik heb het dus wel eens gedaan. De eerste keer eigenlijk. Ik was met een vrouw. En dat deed me toch pijn, jongen. Pijn? Hoezo? Nou, het was op een tafel. En ik lag met mijn rug op een vork. Hey. Oh. Ben je erop? Je mag 3 keer raaien. Ik bedoel dat je nog wakker bent. Hoe laat is het eigenlijk? 3:30. 3:30? Oei, oei, oei. Naar bed, zei Duimelot. Maar eerst nog even wat eten, zei Likkerpot. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Oh, een stukje kaas. Lekker. Hey, wil jij een stukje kaas? Nee, dank je. Oh, nou, ik moet nog wel wat hebben, hoor. Oh, jij moet nog wel wat hebben. Ja, lekker. En? Huh? En? Wat? Leuk gehad met Tom. Tom? Welke Tom? Oh, Tom. Ja. Maar oh, best gezellig. Best gezellig. Ja. Klinkt niet erg enthousiast, hè? Nou ja, dat bedoel ik ook niet zo. Ja, nou, het was eigenlijk heel erg gezellig. Waar zijn jullie geweest? Nou, eerst even in de Septemberbar en daarna... En daarna wat? Nou, daarna hebben we eventjes nog wat gedronken. Bij Tom, thuis. Hij woont hier vlakbij. Goh, hij woont hier vlakbij. God, dat is handig, hè? Ja, ja, dat is heel handig. Oh. En? En wat? Is er nog iets gebeurd? Hoe bedoel je? Of er nog iets gebeurd is? Wat zou er dan gebeurd moeten zijn? Hou op. Ja, wat is er? Gilles, je begrijpt me toch wel? Kom nou. Nee. Nee? Je begrijpt me niet? Ja, ik begrijp je wel, maar het antwoord is nee. He? Als je het dan per se wil weten, er is helemaal niks gebeurd. Helemaal niets? Nee, helemaal niks. Goh. Dat valt me van je mee. Ja, hij wou wel. Maar er is niks gebeurd. Zo. Nou, dat valt me van je mee. Tja. Maar ik wou ook wel. Hè? Oh. Ja, ik wou heel erg graag. Heel erg graag zelfs. Heel erg bijzonder ja, graag. Ja, 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 het is goed, het is goed. De boodschap is aangekomen. Ja, nou, ik ben daar liever eerlijk ja, over. Ja, ja, dat wordt ontzettend op prijs gesteld. Dus, jullie wilden allebei, maar toch hebben jullie niks gedaan. Ja, zo is het. En waarom dan niet? Ik wou dat eerst met jou overleggen.
Oh, je wou het eerst met mij overleggen. Oh, wat lief van je, zeg. Waarom heb je niet gebeld? Maar dat wou ik ook doen, maar ik dacht, ja, die slaapt al lang. Oh, je wil dus eerst mijn toestemming hebben? Zoiets, ja. Oh. Ja, ik heb morgenavond weer met hem afgesproken. Kom me ophalen als we klaar zijn. Om het grote feest te gaan vieren. Ja, eventueel. Ik bedoel, alleen als jij het goed vindt. Natuurlijk vind ik het niet goed. Oh. Dus het mag niet? Nee, het mag niet. Oh? Hou jij niet van mij? Ja, natuurlijk wel, maar dat heeft er toch helemaal niks mee te maken? Oh, nee? Hij heeft het alles mee te maken. Wij houden van elkaar. En als je eenmaal van elkaar houdt, zijn er een aantal dingen die je niet mag doen. Dat hoort nou eenmaal bij houden van. Ja, nou, dat vind ik dus niet erg modern. Ik bedoel, bij Oprah Winfrey zeggen ze altijd... Oprah Winfrey is een vrouw. Dat is iets heel anders. En ik ben een man, ja? Op en top man. Morgen. Hij zegt alleen maar. Oké, ik zeg alleen maar morgen. Ik had al kunnen zeggen goedemorgen. Ik heb de voor ons gebruikelijke ochtendgroet enigszins afgekort, dat beken ik. Daar sta ik ook volledig achter trouwens hoor. Ik respecteer het afkorten als zodanig in verband met de kortheid van het leven. Maar om nou alleen maar te zeggen bij het krieken van de dag, dat vind ik wel weer een beetje erg weinig. Plak er dan op zijn minst een ootje achteraan. Ik bedoel, dat klinkt nog ergens naar. We hebben zo'n prachtige taal. Zeg, waar staat bij hem de knop voor uit? Pardon? Niks, donder op. Wat doe je? Nou, jij zegt donder op, dus ik donder op. Maar ja, als jij dezelfde kant als ik op donder, dan donder ik me samen op. Dus dan ben je nog niet van me af. Dus je moet of zelf op donderen en mij hier laten blijven, of zelf hier blijven en mij op laten donderen. Want anders... Frits, hou je kop. Nou moet ik mijn kop dicht houden, maar dan gaat hij weg. Dus waarom zou ik nou mijn kop dicht houden als ik toch niet meer hoort of ik mijn kop dicht hou of niet? Ja, Frits, wat mij betreft mag je ook best je kop dicht houden. Vind ik helemaal niet erg. Zeg, wat is er met jullie? Vanwaar die zonnige humeurtjes? Nou ja, Gillis is gisteren met dat joch dat hier zat uitgegaan en er is niks gebeurd. Nou ja, en daar zijn problemen over. Er is niks gebeurd en dat is een probleem? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Had er wel iets moeten gebeuren dan? Nou ja, hij wil alleen maar als Lucien het goed vindt. Erg, hè? Oh, ik vind het zo erg. Vind je erg? Ik vind het ook erg. Ik bedoel, met toestemming is het veel minder lekker. Wat weet jij ervan? Nou, ik heb... Van horen zeggen. Dus ik heb besloten dat ik je mijn toestemming geef. Je gaat je gang maar. Meen je dat? Moet ik anders? Dus jij vindt het goed? Nee. Nee, tuurlijk vind ik het niet goed, maar... Ik heb het gevoel dat als ik zeg dat het niet mag, dat ik... Ik weet het niet, jezus. Ja, dan is het net alsof ik met een rugzak vol met stenen loop te sjouwen, terwijl de guillotine boven mijn hoofd hangt en dat er lood in mijn schoenen zit. Ja, ik weet het niet. Ik ben volledig in de war, maar je gaat je gang, maar leef je maar uit. Goh. Nou, dankjewel. Maar safe, hè? Safe. Ja. En blijf dan ook maar de hele nacht weg. Hang de beest maar uit. Ik blijf hier wel liggen woelen en toppen. Goh. Ja. Wat lief van je. Ik zal de hele nacht geen oog dicht doen. Of vreselijk dromen. Of zweten. Terwijl jij... Prachtig. Prachtig? Wat is er prachtig? Het is zo onbaatzuchtig van je. Nou, dat vind ik prachtig. Ja, hey. Hallo. Ontspruit er jou niet bij jou een grijntje schuldgevoel? Heb je niet even dat guillotinegevoel met die rugzakken en lood in je schoenen? Nou, nee. Ik bedoel, je geeft me toch toestemming? Maar zie je dan niet hoeveel pijn en moeite mij dat kost? Ja, maar dat zeg ik net. Dat vind ik nou juist zo prachtig. En dat doet je niks? Ik zeg dat het me heel veel doet. Ik vind het schitterend. Gilles, je bent een vreselijk mens. Ja, nou, en jij bent een vreselijke schat. Huh? When I fall in love, it will be forever. Misschien is hij het vergeten. Ja. Frits, het is nu 11:30. Hij zou om 11:30 komen, dus hij is nog niet te laat. Het is 11:50, dus hij is te laat. Zeg,
Waarom geef je mij eigenlijk geen toestemming om met Suusje uit te gaan? En zo. Omdat Suusje daar veel te moe voor is, hè, Suus? En zeker voor Enzo. Wat is Enzo? Enzo is waar Frits het de hele dag over heeft en waarover je tegen alle vrouwen aanloopt te zeuren. Spijkerbroeken. Heus niet tegen alle vrouwen, hoor. Jou laat ik met rust. Volgens mij houden jullie heel veel van elkaar. Zoals jullie met elkaar omgaan, heel lief. Huh? Enzo. Ja? Vind het lief? Ja, jullie dagen elkaar uit. Het is heel goed voor de spanning binnen een relatie. Oh ja, spanning is er genoeg. Ja hoor, ons huwelijk is net één grote thriller. Oh kijk, daar is die. Hey, Tom! Hallo, hallo, hallo. Oh, Tom, dag, kom er even wat gezellig bij zitten, dat we nog even wat kletsen met z'n allen. Gezellig, gezellig, gezellig. Nou, nee. Lijkt mij beter dat we maar meteen gaan. Hè? Ja, want anders wordt het zo laat, hè? Ja. Ja, ze hebben nog een heel programma af te werken. Veel plezier! En zo. Hey. Daar is een tegenstander. Hallo. Huh? Ben je nog op? Nee hoor, ik slaap al lang. Ik ben alleen vergeten in bed te gaan liggen. Stom, hè? Kun jij toch intelligente vragen stellen, zeg, zo midden in de nacht? Ik neem er nog eentje. Moet jij niet naar bed? Ja, straks. Want je zal wel moe zijn, hè? Ja, behoorlijk. Want? Hm? Want wat? En wat? Ja, begin nou niet weer. Ja. Waarmee? Gilles, kom op. En? Wat wil je nou horen? Of jullie... Of wij het... Ja. Ja. Oh. Ja, natuurlijk. Het mocht toch? Een beetje erg voor de hand liggend om het dan meteen ook maar te doen, hè? Maar goed, dat is jouw keuze. Dan ga ik nu maar naar bed, hè, nu ik het weet. Wegzinken in vergetelheid dan maar. Goed, nou we het er dan toch meteen over hebben. Er is een probleem. Oh, kijk eens. Meneer vindt het nu toch ook zelf een probleem? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel iets anders. Er is een probleem. Oh ja? Wat dan? Nou, er is iets gebeurd wat dus eigenlijk niet had mogen gebeuren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, sorry, begrijp ik niet. Dat begrijp je toch wel? Nee, wat dan? Nou, er is iets misgegaan op het gebied van safe en zo. Safe en zo? Je bedoelt dat je het niet safe hebt gedaan? Dat is toch niet waar? Jawel. Nee, het was wel safe. Nou ja, ik bedoel, ik deed iets wat dus wel safe was. En toen gebeurde er iets wat niet safe was. Nou ja, en toen was het te laat en toen was het dus niet safe meer. Terwijl we het dus wel safe deden. Begrijp je wat ik bedoel? Je meent het niet, hè? Ja, helaas wel. Ik had het kunnen weten, hè. Je savais. Je savais que je pouvais pas avoir confiance. Je suis con, je suis bête. Et quoi maintenant, hè? Hè? Mais dis quelque chose, quoi. Mais dis quelque chose. Dis quelque chose, merde! Zeg iets! Papa fume une pipe. En wat nu? Weet ik veel. Moet Gilles zich nou laten testen? Ja, nee. Dat kan pas tussen 3 en 6 maanden nadat het gebeurd is. Mogen jullie elkaar 3 tot 6 maanden niet aanraken? Oh, wat erg. Dat zal wel het einde betekenen tussen Gilles en mij. Dat overleven we niet. Ah, dat valt best mee, joh.
Patricia en ik raken elkaar nu al een maand of 14 niet aan. Het gaat eigenlijk best wel goed, hè, liefje? Ja, nou, dat ligt dus niet aan mij. Ja, nou, jij hebt altijd hoofdpijn en ik ben altijd te moe. Ja, vanaf de Susje aanrennen. Nou, dat is mijn schuld toch niet? Oh, nee, het ligt aan haar zeker. Ja, natuurlijk. Als zij niet steeds weg zou lopen, zou ik er niet achteraan hoeven rennen. Ja, hallo zeg. Oh. Ja, en nu ik erover nadenk. Kunnen we beter nu de knoop doorhakken? Weet je, ik kan er nu beter nu mee stoppen dan dat ik alles ga laten lopen zwemmen. Meen je dat nou? Dat allemaal maar voor één keertje? Ja. Ook lullig, zeg. Ja, Frits, dat is lullig. Zeg, eigenlijk is dat toch heel overdreven? Voor één keertje? Ik bedoel, één keertje moet toch mogen, toch? Ja hoor, Fritsje, één keertje mag best. Meen je dat nou? Ja, en dan krap ik ook maar één keertje je oogjes uit. Hè? Oh. Je maakt het uit? Je maakt wat uit? Ik maak het uit. Het tussen ons. Uitmaken? Wat nou? Ja, ik weet dat het stom klinkt, maar zo heet het nou eenmaal. Het met elkaar uitmaken. Wij maken het niet uit met elkaar. Jij maakt het uit met mij. Het is goed, het is goed. Het is allemaal mijn schuld. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat jij het uitmaakt en niet ik. Ja, dat weet ik. Dat hoef je mij niet te zeggen. Dat weet ik. Ik maakte het uit. Oh. Nou. En dat is het. Ja, dat is het. Mooi is dat? Ja, prachtig. Ik vind dat eigenlijk heel oneerlijk. Weet je dat? Dat een van de twee mag uitmaken of het wel of niet wordt uitgemaakt. Ik bedoel, zou er op zijn minst een vetorecht van de andere partij tegenover mogen staan? Het is goed, Ga jij maar naar de Hogere Raad of naar de Verenigde Naties. Is dit definitief? Wat moet ik anders? Vanwege Tom? Nee, tuurlijk niet zomaar, voor de grap. Tuurlijk vanwege Tom. Vanwege dat unsafe. Luut. Het was een ongelukje. Nou ja, dat ik het nou met je uitmaak is ook een ongelukje, oké? Okay? Nou ja, zeg, mooi is dat. Nee, ik sta te juichen van plezier. Ik vind dit heel erg. Nou, dat is dat tenminste nog iets. Lu, dat meen je toch niet? Ik bedoel, jij wilt toch niet echt van me af? Gilles, als wij 6 maanden lang niet mogen doen wat wij graag met elkaar doen, hè, dan gaan wij op zoek, op jacht. Gaan we naar de kroeg, misschien naar de sauna. En voor je het weet loopt alles toch in het honderd. Dus dan kunnen we het beter nu maar mee stoppen. Tja, jij doet dit tegen je zin. Gilles, ik wil nog graag even blijven leven als je niet erg vindt. Spijt me zeer. Ach, maar Luc, bedoel, de kans dat ik iets heb opgelopen... Kom over een half jaar maar terug als je getest bent, hè? Dan weten we het zeker. Jij meent dit, hè? Ja, ik meen het. Tuurlijk meen ik het. Wat nu? Nu? Nu heb je een nieuwe vriend, hè? Hij is een stuk jonger en een stuk knapper dan ik. En hij heet Tom. Sterker nog, dan zul je hem hebben. Hm? Joe! Gilly! Ja. Gilly! Gilly Billy! Kom. Goh, wat zullen jullie enig samen. Zeg, Beelderie! Lu, alsjeblieft. Ja, Gilles. Wie zijn blaren verbrandt, moet op zijn gat zitten. Rustig nou, Gilly. Pull yourself together, weet je wel. Ja, het gaat wel, je. Vind je het zo erg? Ja, natuurlijk vind ik het erg. Ik vind het vreselijk. Het is echt vreselijk. Ik bedoel, wij houden van elkaar. En hoe moet dat nou straks allemaal met het restaurant en samen werken en wonen? Hoe moet dat nou allemaal? We vinden wel een oplossing. Ja. Dank je. En dat het ook allemaal dan zo dramatisch moet eindigen. Ik bedoel, het is allemaal zo onverwacht. Het gaat allemaal zo snel. Ja, maar is het niet eigenlijk zo dat er al een tijd lang iets mis tussen jullie zat? En dat ik alleen maar de katalysator ben? Nee, joh, er was helemaal niks mis tussen ons. Het was echt prima. Het was echt niks. Nou ja, echt. Het was allemaal hartstikke goed. Ik bedoel, oké, ik viel op je. Dat is lust. Dat kan toch? Daar ben ik mee geboren. Dat je viel op me. Verleden tijd? Nee. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel... God, ja, Jezus, ja, je bent prachtig. Dat is nog eenmaal zo. Ja, dank je. Beauty is in the eyes of the beholder, zeg ik maar. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat je dat zo vindt, want... Wat?
Mag ik eerlijk tegen je zijn? Ja, tuurlijk. Wat is er? Nou ja, ik ben heel eerlijk gezegd wel een beetje blij met deze ontwikkeling. Ja, nee, want ik zou het vreselijk vinden als we elkaar nou nooit meer zouden zien. Het was toch heel erg leuk vannacht? Nou, geef toe. Jawel. Ja, het was heel leuk. Nou ja, ik schrok een beetje toen jij ineens zo... Nou ja, dat was wel even slikken. Nou ja, en toen was ik zo geschrokken dat ik me daarna niet meer goed kon ontspannen. We krijgen nog wel eens een kans. Ja, ja, wie weet. Nee, ik weet het zeker. Ja, en dan hoef je je niet in te houden, hoor. Want je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Ik bedoel, ik ben hartstikke safe. Oh, fijn. Wat zei je? Ben jij safe? Volkomen. Oh ja? Ja. Echt waar? Ja, zeker. 100%. Hoe weet je dat? Ja, toch hoe ik dat weet. Ik ben ruim een half jaar geleden getest. En ik was negatief. Ja, sindsdien heb ik het altijd alleen maar heel safe gedaan. En omdat jij het ook altijd alleen maar heel safe hebt gedaan. Met alleen Lucien. Dus zitten we hartstikke goed. Safe, 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 safe. Jij bent safe? Ja. Nee, maar Tom, dat is geweldig. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Dat is heerlijk. Ja. Fantastisch. Ja. Ik maak het uit. Dag, liefje. Gadverdamme, dames, er zitten hier mensen te eten, weet je wel. Doe dat even in de pisbak, wil je? Zeg, het is wel helemaal koekerij tussen jullie, hè? Het botert weer als... Ja. Het botert weer. Ja, kun je wel zeggen, ja. Godzijdank. Dan zie je maar weer. Ja. Goedenavond, meneer. Had u gereserveerd? Nee, maar heeft u misschien een ja, plaats? Nee, niks te maren. Wij zijn vol. Helaas, nee, maar... opgeroepen. Wat doe je nou? Er is bijna niemand. Stil, Frits. Bemoei jij er eventjes niet mee, ja? Dag, meneer. Het spijt me vreselijk, hoor. Goedenavond. Dag. Wat is dit nou? We hebben bijna geen kip en dan stuur je iemand weg. En ook nog zo'n mooie jongen. Ja, daarom juist. Ik moet hier geen mooie jongens meer. Mij veel te onzeker. En zo...